Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking over Nederland. Die trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En dat betekent dat we er voorlopig ook nog niet vanaf zijn. Vanochtend is het ook nog eens regenachtig. De meeste neerslag valt in de zuidoostelijke helft van het land. Het is een graad of 16 bij een vrij stevige zuidwestwind. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen uit langzaam wat opklaren. De meeste regen trekt naar het oosten toe weg. Maar een enkele bui blijft nog wel mogelijk. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden. Vanavond wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Er komen steeds meer opklaringen, maar het waait nog steeds flink. Aan de westkust een krachtige wind, windkracht 6. Dat is ook morgen overdag het geval. Voor de rest is het weerbeeld best vriendelijk. Een afwisseling van wolken en wat zon, een middagtemperatuur van zo'n 19 tot 21 graden en vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. Ook dinsdag is nog kans op een enkele bui bij een graad of 21 en een matige westelijke wind. Vanaf woensdag blijft het overwegend droog, de zon schijnt geregeld. En op donderdag zien we de temperatuur al geleidelijk aan wat oplopen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.